Hoi. Het is Hallo. die tijd. Het is die tijd. Het is de hoogste tijd. Shopvlog. Nee, dat is goed. Budget. Kijk de shopvlog. Sorry, shopvlog. Nee, Judith's budget. Oh ja, Judith's budget. Het is met John. Ja. En nog leuke dingen, noem ik het maar. Hebben we nog wat meegemaakt deze week? We nemen dit op zondag op. Jullie zien dit op woensdag. Ja. Laten we het... Het is een hele enerverende week geweest. Ja, ik heb een interview gehad. Ja. Over mijn besparingen en alles. En dat komt ergens eind bij. Wordt dat ergens op een website geplaatst. En dat laat ik jullie nog weten. Nou, en ik had afgelopen maand... maandag 2 interviews voor werk. Ja. De ene moet, as we speak, nog een uitslag voorkomen. De andere waren we vrij snel over eens dat we... Dat hij gewoon oud en bejaard is. Niet tot elkaar gingen komen. Dat oud en bejaard, dat was het wel. Maar ik was er gewoon veel te lang uit voor wat hun vroegen. Dan hadden we Koningsdag nog gehad. Het was een vrij lekkere, rustige dag. Ja, ik had een extra lang weekend, dus wij hoorden niet over klagen. Nee. Ik was extra vroeg opgestaan om... Heerlijke toppoes te halen. Heerlijke toppoes te halen. Woensdag had ik eigenlijk niets. Wel een interview wat er in ene nog even online tussendoor kwam. Uh-huh. Voor een leerwerktraject. Ja. Dat heb ik gehad. Ben ik door naar de volgende ronde? Ja. Komen we op donderdag. Niet zoveel gebeurd, alleen dat ik naar Haarlem geweest ben. Naar de NS. Maar hoorden jullie wel dat ik gewoon de hele week al alleen ben geweest om te wedden? Ja. Ik had een... Ik zou een dik uur interview hebben bij de NS... En daar stond ik eigenlijk ook binnen 20 minuten weer op straat. Dacht ik gewoon de hele dag zelf voor me lekker in mijn eentje te hebben. Viel me tegen. Ik was sowieso 3 kwartier vroeger dan dat het interview plaats zou vinden. En ja, ik was met 20 minuten stond ik weer uiterst verbouwereerd buiten. Ja. En dan zou je denken... Oh ja? Ja. Met een job op zak. Wil je de techniek een baan voor even hebben, doe even je VCA halen. Dat is de moraal van dit verhaal. Ja, er werd alleen gevraagd, heb je VCA? Ja, nou, dat heb ik. Heb je een hijsbewijs? Nee, die heb ik niet. Dat was geen probleem. Want ja, donderdagmiddag was al duidelijk dat ik aankomende woensdag daarvoor naar Houten toe ga. Ja, dus eigenlijk moeten we hier nu zo heel moe gaan zitten. Want ik ben de hele dag bij mijn ouders geweest, heb jou naar Houten gebracht, weer opgehaald. En jij hebt de hele dag cursus gehad. Ja. Maar ja, we nemen het zondag op. Dus we zitten hier op vitaal. Ja, zonder dat ik ook maar kan zeggen vitaal, sorry, hoe mijn eerste werkdag geweest is bij de NS. Ja, ik sprak met het bureau wat mij aangedragen had bij de NS. En die hadden ook zoiets van, nou, dit was wel heel erg snel. Maar het was ook heel erg ja, snel. Ja, terwijl daarvoor een heel gedoe was met diploma's en zo. Want hij heeft geen MBO 4 diploma. Dus je moest al je diploma's op de foto zetten. En toen was hij toch geschikt. Want hij had VCA vol. Ja, met mijn MBO 4 diploma heb ik niet. Ik heb wel... dusdanig veel cursussen en opleidingen en trainingen en waarborgcertificaten dat ik eigenlijk daar weer hoger op ingeschaald kan worden. Ja. Dus ja, heb je het ene niet en het andere weer wel, dan... En bij de ene werkgever geldt dat niet heel nadrukkelijk. En bij de NS gold dat weer als een absolute pre. Ja.
Nou, en vrijdag waren we al heel vroeg wakker. Want als je Jordi's shopvlog hebt gezien die vrij laat online kwam, hebben we eerst boodschappen gedaan. En dat was vlak na het ouderuurtje. Het was het ouderuurtje en de laatste ouderen was zeg maar naar buiten en wij liepen naar binnen bij Dali. Ja, die hebben even naar buiten gekeken en zijn wij naar binnen gegaan. Ja, dus waren we ook al vroeg op. Nou, gisteren waren we ook vroeg op. Want we moesten ook even iets shoppen. Het was ook vrij rustig in de winkel. Het was ook vrij rustig. De schap was aardig gekrompen, zagen we al. Maar ik heb toch nog kunnen krijgen wat ik hebben wil. Maar dat komt straks wat we al hebben gehaald hoor. Ja. En hadden we nog inkomsten deze week? 21,75. Oh! En daar gaan we het hele maand van doen, want dat was jouw wedde. Ja, was mijn salarisje. Was jouw salaris. Shit. Net al dan, hè? Wel te verstaan. Dus dat hebben we. Nou, dan komen we al vrij snel op de vaste uitgaven die daar natuurlijk direct aan volgen. Ja. Want zo hebben wij het compleet ingericht. Dat zo gauw jouw salaris binnenkomt, de vaste uitgaven er eigenlijk ook in één keer af gaan. Ja, mijn salaris komt op de vaste rekening binnen, op de vaste uitgavenrekening. En daar gaan dus ook de vaste uitgaven vanaf. En daar gaat ook tegenwoordig dan het variabele vanaf. En die gaat naar de variabele rekening. Ja, moet zeggen, geeft wel rust. Ja. Ondanks dat een paar dingen nog stiekem van de variabele afgaan. Maar ja, daar leef ik mee. En budgetair gezien, door mijn geswitch en gezwabber van inkomens, maak ik het er heel moeilijk. Ja. En er is van afgegaan als vaste uitgave het abonnement van de LinkedIn. Ja, ik heb een LinkedIn abonnement genomen. Eerst natuurlijk de gebruikelijke proefperiode ben ik aangegaan. En ja, het premium abonnement van LinkedIn biedt ontzettend veel voordelen. Ja, en als je een jaarabonnement neemt, krijg je ook nog flinke korting. Dus dat is 239, is er ongeveer afgegaan. Ja, die kosten die zijn zo terug te vinden. Dus ja, dat is 239 euro. Ik doe natuurlijk een studie voor budgetcoach. 57 euro. Ja. De gemeentebelasting die gaat er 10 maanden per jaar af. 66,16 euro. Nou, dan krijgen we het water. Ja, dat is één keer in de 3 maanden als enigste. Ja. 20 euro per maand, 60 euro per 3 maanden. Ja, en dan krijgen we het gas en energie. Die is 125 euro. Ja. De uitvaartverzekering van Judith. Jij bent wel heel erg duur daarmee. Ho, 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 ho. Jij ho. Bent wel heel erg duur daarmee. Ik ben 7,95, jij 9,10 euro. Ja, omdat ik hem A, later aangegaan ben en B, iets ouder ben. Dus dan moet dat weer gelijk getrokken worden. Het is gewoon een andere verzekering. Dus ook een andere verzekering, maar... De wegenbelasting, die is iets duurder geworden. Ik geloof dat we uiteindelijk 3 euro per jaar meer betalen of zo. Ja. Daar is naar 90 gegaan. Ja, en... We hebben natuurlijk een lichte auto die op energie rijdt. Nee. We hebben gewoon een zware diesel. Nou ja, zwaar. Ja, we hebben een... Middel. Schummelbrandstof. Nee, we schoepelen niet. Nee, wij niet, maar de firma die auto op de markt gebracht. We hebben een stoute diesel. Ja, we hebben een diesel. We hebben een... Stoute diesel. Ja, een schummeldiesel. Een stoute diesel. Ja. En ook nog niet eens aangepast ook. Nee. We hebben de... De echte stoute diesel. De upgrades niet die voorgeschreven werden door de fabrikant hebben wij niet uit laten voeren. Nee. Bewust niet. Nee. Nou, en dat hypotheek ging er nog net af. Wilden die mensen ook weer wat hebben? Ja, 464 euro per maand. Dan moeten we eens even over hebben voor volgend jaar.
Ja, dan wordt het minder. Want we gaan per. Ik hoop dat in oktober de leningen af zijn gelost en dan gaan we de hypotheek. Ja, die moeten we eens dus even goed te grazen nemen, die gasten daar. Variabele! Variabele! Goed, ik ben er weer. En dan moet je serieus blijven, dat zou niet vandaag. Ja, dat red ik toch? Ja, eigen risico. Ik doe alles op eigen risico. Ik kwam uit een potje. Dus ja, €157 is uit mijn potje eigen risico gegaan. Boodschappen? Zooitje, €210, maar het is een zooitje. Het is een zootje. Want iedereen die vrijdag heeft gekeken naar Sony Shop Vlog weet dat het een zooitje was door de bezorger. En ik heb nog €48 wat ik terugkrijg van de Albert Heijn bij de volgende boodschappen. Ik heb 2,5 week vakantie, ga even flink footage maken, dus flink koken. Echt, die vriezer die gaat tot de dokter toe gevuld worden. Laten we de boodschappen wel even gewoon benoemen. Die was €210 deze week. Maar, laten we gelijk even een kanttekening maken. Aan het eind, dus de volgende vlog van de budgetvlog, komen we hierop terug. Vervolgende? Ik dacht pas aan het eind van de maand. Oké, eind van de maand. Komen we hierop terug om te kijken wat we eigenlijk per maand nu daadwerkelijk besteed hebben. Dus de kosten, de baten en de kostenbatenanalyse van wat we die weken eigenlijk allemaal besteed hebben. Want het lijkt nu een onnoemelijk hoog bedrag, maar dat gaat helemaal goed komen. Let op. Verzorging. Lysine was nodig. €25, maar dat is niet voor één... Nou, dat heb je vandaag niet gedaan, zie ik nu. Valt dus niet eens op. En volgens mij gisteren ook niet. Valt helemaal dus niet op. Het valt dus niet op. Voor een jaar geleden heb ik bij de keuring van de auto te horen gekregen dat de zomerbanden wat slechter werden. En hij begint langzamerhand weer naar de keuring toe te komen. Dus ik ben even de afgelopen periode ben ik ook gaan snuffelen naar kwaliteitsbanden voor een laag prijs. Dat betekent gewoon 2 dagen dat hij alleen maar naar de website zit te kijken hoor. Ja, prijs zit te vergelijken. Wat er allemaal bij zit, wat er allemaal afgaat en dat soort dingen. Want... ja, je kunt een set banden kopen. Dat is heel goedkoop, maar dan heb je ze nog niet onder de auto zitten. En als je ze dan onder de auto hebt zitten, ga verder met koffiezetapparaat. Dat was €208 hoor. Ja. Als John over banden begint, dan stopt de rest van de wereld. Dus vandaar wij proberen duidelijk te maken dat ik dacht... Ja, als het nog kan, dan zou ik de rol omtrek per kilometer kunnen uitrekenen. Ja, we hadden filters voor het koffiezetapparaat nodig. Jullie hebben, degene die shoplog dus hebben gezien, die hebben al dat lawaai gehoord van het koffiezetapparaat. Hij kreeg een reiniging, nieuwe filters, schoonmaken. Het is gewoon weer een nieuw apparaat. Oh, schoonmaken bedoelde ik trouwens. Ja, ontkalking, sorry. Ja, hij is als nieuw. De koffie echt smaakt zalig. Ja. Ik heb hem even goed te grazen genomen. Nou, dus en ik had wel, daar heb ik dan wel op zitten kijken van waar ze het goedkoopst waren. Nou, dat was bij de Amazon. Er is €37 voor 3. Voor Sura. De VOG-aanvraag had ik nodig voor mijn schuldhulpmaatje. Krijg ik weer terug die €41, maar ja, is er wel vanaf gegaan. Ja. Daarbij waren we dus gisterochtend vroeg shoppen, want John had... een nieuwe werkbroek nodig voor zijn nieuwe werk. Ja, ik ben nog niet helemaal in vaste dienst bij de NS. Ik ben in een inloopfase en dan moet je wat werkkleding zelf meenemen. Ja. Dus we zijn bij de welkoop geweest. Ja. En met kniestukken was het €38,95, 2 broeken. Ik bedoel maar. Ja,
En iets van, ja, geloof 8 januari of zo, hebben we de laatste keer brandstof in onze auto gegoten. Voor 56 euro. Ja, hoorden jullie dat? 56 euro. Gisteren hebben we weer brandstof in de auto gegoten. Ja. Toen hadden we ongeveer een 1200 kilometer, had ik even terug zitten rekenen. 1200 kilometer inmiddels mee afgelegd. Maar 1200 kilometer. In die 3-4 maanden. Dan waren we 11 euro duurder uit. 67 euro. Ja. Alsof je een strop omkrijgt, ja. Nou, helaas. We zullen nu ook wat vaker denken. Mocht het RDS blijven. Ja. Maar we krijgen dan ook alweer kilometers vergoed. Dus dat maakt het alweer een beetje goed. Wat zie ik hierna? Heb jij potjes gekocht voor 157? Nee, dat is uit de potjes gegaan. Daar hebben we net al over gehad eigenlijk. Ze kan mijn banden. De banden heb ik trouwens van de vakantiepot gehaald. We gingen toch niet op vakantie. Nee, dat was de vakantiepot voor aankomende periode. Laten we dat dan even... Ja, en de onverwachte uitgavenpot heb ik iets afgerond naar een andere spaarrekening. Andere bank, waar we net wat meer rente krijgen. Waar we überhaupt rente krijgen, laten we het zo stellen. Ja. Voor wat er in Nederland aan rente gegeven wordt, was dat op dit ogenblik even voor ons de beste opgave. Ja, en dan hebben we nog 66 euro gespaard. Of daar de spaarrekening over gemaakt, laat ik het zo stellen. 66 euro. Ja, check. Nou, dat was het weer. Ja, dat was hem eigenlijk deze week. Ja. Hebben we nog leuke dingen komende week? Ja, ik ga... Je weet niet of dat leuk is. Ja, ik ga het echt beleven eigenlijk aankomende week. Ja, dat wou ik zeggen. Ik ga het beleven, want... Ja, dat we dit opnemen, moet ik nog 2 dagen werken en dan heb ik vakantie. Dat we dit uitzenden, heb ik vakantie. Ben ik een dagje bij mijn ouders geweest. Nou, dat... Ja, en ben ik volop bezig in mijn next life. Ja. Dus ja, dat gezegd hebbende. Vond je een leuk filmpje? Like! Wil je iets vertellen? Geef een reactie. Ben je nog niet geabonneerd? Abonneer. Geef een lelletje tegen het belletje. Wil je een Q&A? Zover zijn we nog niet. Ja. Maar je kan altijd je vragen stellen hoor. En die behandelen we dan op de woensdag. Ja. Judith beantwoordt ze in samenwerking met mij. Maar... Nee, als mensen zeggen van... Nee, jullie moeten dit live behandelen. Tenminste live. Moeten jullie samen bespreken op de zondag wordt het tegenwoordig. Dan gaan we dat saapjes doen. Gaan we dat gewoon doen. Ja. En wil je zelf ook een onderwerp inbrengen? Doe dat gerust. Toch? Zeker. Ja. Dan, en moet ik dan nu net zoals bij ze wel eens bij Bed & Breakfast zeggen? Nemen we mee en dan het niks doen. Nee, dat was een grap, ja. We gaan er zeker wat mee doen. Tuurlijk gaan we er wat mee doen. Ja. Later. Doeg.